Er zijn goede redenen voor dat groeiende ongenoegen wat we de afgelopen 10 jaar om ons heen hebben gezien. Denk maar aan 40 jaar stagnerende inkomens voor de gemiddelde Nederlander. Denk aan de scherp gestegen huizenprijzen en woonlasten voor de gemiddelde Nederlander. Denk aan de bezuinigingen in de verzorgingsstaat die ertoe geleid hebben dat we meer moeten gaan betalen voor zorg, meer voor onderwijs en we tegelijkertijd allerlei vraagtekens hebben bij de kwaliteit van datzelfde onderwijs en diezelfde zorg. Om maar te zwijgen van de precaire arbeidscontracten die met name diegenen hebben die in de flexibele sector van de arbeidsmarkt werken. En dat zijn er steeds meer geworden. Een beetje aan de kant van de hoger opgeleide bij kunst en cultuur, de media en natuurlijk ook het hoger onderwijs, maar vooral bij de postbezorging, de winkels, de grootwinkelbedrijf en de horeca. Wat dat betreft dus hele goede redenen om het niet eens te zijn met het beleid wat de afgelopen 10, 20, 30 jaar gevoerd is. 20 jaar lang verkiezingen heeft geleid tot 30 verkiezingen waarbij steeds opnieuw dezelfde middenpartijen de grootste werden. De VVD, het CDA, D66, soms GroenLinks en de Partij van de Arbeid, de middenpartijen. Hoe komt dat? Human.